Zware neerslag veroorzaakt wateroverlast. Kassave Festival succesvol ondanks regen. En Zuid-Afrikaanse anti-apartheidstrijdster Winnie Mandela overleden. Goedenavond, dames en heren. Het journaal van de STVS. Het is maandag 2 april. De zware regenbui die gisteren is begonnen, heeft bij een groot aantal huishoudens voor een onsmakelijke tweede paasdag gezorgd. Dit was te merken aan de reacties van burgers uit verschillende buurten, waarvan hun straten en soms zelfs huizen onder water zijn gelopen. Sommigen geven aan dat wateroverlast door de slechte afvoer van goten in hun omgeving komt en anderen verwijten nonchalante burgers die slordig met hun afval omgaan. In verschillende wijken, waaronder Van Dijk, Zorg en Hoop en in de buurt van het Academisch Ziekenhuis, namen wij een kijkje. Ja, boy. In de districten Wanica, Saramaka en Para hebben de gemeenschappen ook veel last ondervonden van de zware neerslag. Volgens de verwachtingen van de meteorologische dienst in en buiten Suriname zitten we momenteel in de regentijd waarbij meer neerslag te verwachten is.
De organisatie achter het Heritage Festival praat ondanks veel neerslag toch over een succesvolle start van het derde Cassave Festival in Suriname. Op het terrein van Hotel Residence Inn konden bezoekers vandaag kennis maken met een aantal producten die uit cassave zijn vervaardigd. Sherida Mormon, coördinator van het Heritage Festival, geeft aan dat het hoofddoel van dit festival toch in zekere mate is gehaald. De opkomst van een aantal ondernemers en het publiek was wel beneden verwachting, maar Mormon is toch tevreden met de inzet van degenen die wel aanwezig waren. Ja, dus Petrus. Petrus is geweest. Hij is er nog steeds. Maar wat ik tof vind, is dat je een kerngroep ondernemers hebt. Die hebben gezegd van, hey, luister, naar regen of geen regen, we komen. En ze zijn er en ze hebben verkocht. He, dus dat is helemaal goed. En ook die Stranamangs die hebben gezegd van, oké, okay, alleen dit, maar luister nou. We leven in een tropisch klimaat, Sherida. Dus, Ucharu prasoro kom. En die zijn ook gekomen en die hebben gekocht, ze hebben gegeten, ze hebben genoten. Maar er is toch ergens een deuk in het hele systeem. Hè? Dat is er, omdat je veel meer had verwacht. En omdat je veel meer ondernemers, je wilde het, want dat is wat we willen doen. We willen die samenleving veel meer aanbieden, dat ze geïnspireerd raken. Dus dat heeft wel een deuk gehad, dat die dus niet helemaal tot zijn recht is gekomen. Maar de mensen die er zijn geweest, die hebben wel genoten. En de ondernemers die er nu nog staan, blijven gewoon verkopen. Toch? Dus de verkoop van hun is wel goed. Welke producten zijn zoal onbekend bij de Surinamer, maar dan nog heel populair geweest vandaag? Populair vandaag is een Frans gerecht cassave gratin. Dat is dus in plaats van aardappel met kaas en zo, is het cassave met kaas en zo. Die pom is ook heel goed gegaan. Cassave. Ja, cassave pom is goed gegaan. Die cassave ice cream die helemaal uit Matta komt. Dus dat wil ik aangeven. Ondernemers zijn wel gekomen vanuit Matta. Dat is real hard ondernemen. Dus die zijn, dat is cassave ice cream. Dat gaat ook heel goed. We hebben een soort ponche kuba van cassave. Ewaka, dat is meesterlijk, dus ik sta hier wel rechtop, maar vraag me niet om te lopen. die cassave salade is ook heel goed gegaan. Dat zijn van die dingen die er niet die vandaag hier zijn en die goed zijn gegaan. Die cassave frietjes ook, Residence Inn heeft cassave frietjes gemaakt. De kinderen zijn daar dol op. En zo ook zijn er ook van de Javaanse gerechten, dokkoeng en zo, dat die traditionele dingen. Die zijn ook heel erg goed gegaan. Mensen zijn er speciaal voor gekomen. Maar specifiek het doel, promotie van cassave dus? Het doel is promotie, omdat het festival een lange periode is, de hele maand april. Dus het gaat eigenlijk promotie van het Surinaams product. Omdat we straks ook op Ready Dotti die ananas gaan promoten. Toch? Wat kan je allemaal met ananas maken? Dat wij niet alleen maar kijken naar wat het buitenland heeft, maar wat kunnen wij zelf met dingen die op onze bodem groeien. Dus het groter doel is dat we culinair iets aanbieden aan de wereld, aan onszelf en aan de wereld, gebaseerd op onze eigen producten. Hoe zou een Surinamer kunnen stimuleren dat het hoofddoel wordt gehaald? Begin te eten en te kopen. Maar begin ook de ondernemers die bezig zijn met deze business te ondersteunen. Ook de ondernemers van de restaurants enzovoorts. Dat zij ook veel meer Surinaamse producten op hun menukaart hebben. Dat zouden we heel graag willen. Op die manier kan je echt het Surinaams gerecht promoten. Na evaluatie van het Cassave Festival zal de organisatie samen met andere stakeholders nagaan of het voor herhaling vatbaar is. Suriname kan meer voordelen halen uit de landbouwsector indien we beter gaan begrijpen wat de voordelen zijn die deze sector te bieden heeft. En dit zegt Clyde Fort, voorzitter van de Positive Movement Suriname. Deze organisatie is al enige tijd gestart om Surinamers bewust te maken wat de voordelen zijn van zelfplanten. Fort zegt dat de organisatie best wel tevreden mag zijn met de resultaten. Echter zal het niet hierbij gelaten worden. Met het bewustwordingsproces is aangekoppeld dat gezondheidsaspect, maar ook zelfredzaamheid en eigenlijk dat je
je weet wat je eet. Want we staan er niet bij stil hoeveel mensen ziek worden van datgene dat ze naar binnen nemen. Dus we zijn gestart in oktober met onze eerste moestuin. En we hebben dat tot december gedaan. En als we nu kijken, vanaf januari tot nu, 1 april, dan mag ik zeggen dat een heleboel mensen zijn gaan planten. Een heleboel mensen bewust zijn geworden van het zelf planten om gezond te eten. Maar ook mensen die zijn gestart om een kleine business te doen, een kleine onderneming. We praten over zelfredzaamheid. Vanwege die economische situatie zoeken mensen dan meerdere mogelijkheden om geld naar binnen te halen. Dus een heleboel mensen zijn gaan planten, maar niet alleen voor zichzelf, maar ook dat gezondheidsaspect van biologisch, organisch telen, waarbij we samen kunnen zorgen voor een gezonde samenleving. We hebben ook gezien dat een heleboel organisaties zich nu bezig zijn gehouden met de tuinbouw. De scholen worden betrokken. En dat stemt ons goed. Fort zegt dat Surinamers beter gebruik moeten maken van de voordelen die deze sector te bieden heeft. We zijn als land gezegend met vruchtbare gronden. Zelfplanten heeft naast het gezondheidsaspect ook economische voordelen voor elke burger. Volgens hem moeten we aan zelfredzaamheid denken, vooral in een tijd waar we over een economische crisis praten. We zien dat mensen nog steeds, en ik neem niemand kwalijk, maar dat mensen nog steeds eten kopen buiten zijn huis, nog steeds naar de restaurants gaan. Terwijl je gezond moet eten, je hebt een stukje grond, anderen zoeken een groot stuk grond, daarvoor heb je het niet nodig. Als je maar kijkt, dit klein stukje al, weet je hoeveel ik hier heb geplant. We hebben inderdaad, we zijn gezegend als land. Ja, zelf een stok groeit als je het weg in de grond stopt, om dat zo figuurlijk aan te geven. We moeten er meer gebruik van gaan maken en we moeten weer teruggaan naar dat deel van eensgezindheid. Liefde voor ons land, want daar begint het mee. We schreeuwen, horen mensen inderdaad ook weer schreeuwen. We moeten voedselschuur worden, maar we moeten thuis beginnen. Als we thuis niet beginnen om gezond te eten, hoe gaan we die wereldgemeenschap, hoe gaan we het Caribisch gebied gaan we voeden? Dus dat zijn dingen die mensen nog bijgebracht moeten worden. En we hebben gezegd dat we zullen starten met wat voorlichtingsfilmpjes. We gaan mensen bewust maken van gaan planten, maar ook wijzen hoe ze moeten planten, het onderhouden daarvan. Maar ook een belangrijk aspect is de productie, want mensen staan er niet bij stil, of we staan er niet bij stil dat mensen niet weten te oogsten. Dus dat zijn allemaal dingen waarmee wij bezig zijn. Op dit moment zijn we bezig om mensen te trainen. Landelijk gaan we mensen trainen, trainen, zodat ze hun gemeenschap weer kunnen gaan trainen. Dus je moet structureel moet je ervoor gaan zorgen dat je dat ding goed aanpakt. En daarmee zijn we bezig. Fort stelt verder dat de landbouwsector veel mogelijkheden, maar bovenal zekerheid biedt. Indien we met z'n allen eraan werken, kunnen we letterlijk en figuurlijk de voordelen ervan plukken. Het Agrarisch Kredietfonds ondergaat een heropleving. Het fonds kan binnenkort weer optimaal fungeren. Dit nadat er goedkeuring werd gegeven door de Raad van Ministers aan een voorstel van minister Suresh Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij om het Agrarisch Kredietfonds AKF te versterken. Er is een bedrag van 10 miljoen Surinaamse dollar beschikbaar gesteld. Het AKF is enkele jaren terug in het leven geroepen om agrariërs financieel tegemoet te komen. Vanwege omstandigheden kon het fonds de agrariërs niet meer tegemoet komen. Zo gauw alles administratief in orde is geworden, worden de agrariërs ingelicht hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een lening bij het AKF. En Suriname moet samen met andere landen in de wereld helpen nadenken wat eraan gedaan kan worden om de oceanen plasticvrij te houden. Dit is de conclusie bij de 5e Oceaan Summit die afgelopen maand is gehouden in Mexico. Namens Suriname heeft RO-minister Edgar Dikan geparticipeerd aan deze summit. Landen hebben tijdens deze meeting van gedachten gewisseld over hoe de zee op een milieuvriendelijke manier gebruikt kan worden. Edgar Dikan, minister regionale ontwikkeling. Als
ministerie als Suriname deelgenomen in de werkgroep om te geraken tot eigenlijk oplossingsmodellen om met name de plastic zakken en plastic over het algemeen die nu in zee zit, om die op een adequate manier op te ruimen en een oplossing te zoeken zodat dat verminderd wordt. U moet ook meenemen dat vervuiling in de zee, met name plastic, plaatsvindt aan land. Dat betekent dat je beleid wat betreft opruimen, het verwerken van vuil, maar ook welke plastic soorten, of je nou plastic helemaal gaat verbannen, of je gaat naar een recycling model van plastic die heel makkelijk afbreekbaar is en dus geen bedreiging vormt voor de wateren en de zeeën. Voor het eerst is berekend hoeveel plastic we in de zee dumpen. Minstens 5 miljoen ton per jaar. Dat is zeker 19 keer zoveel als tot nog toe werd gedacht. Zonder maatregelen wordt de plasticsoep tussen nu en 2025 bovendien 30 keer zo omvangrijk. Bijna ieder zeedier heeft al plastic in zijn maag. Onze wateren zijn in de problemen en over de hele wereld hebben mensen deze wateren dramatisch beïnvloed. We hebben huiswerk. Wij als land, zoals u weet, zitten we nog met plastic zakken die we gebruiken. We hebben een gebrekkige manier om dat te verwerken, op te ruimen. Dus wij hebben heel veel werk. De bedoeling is dat het verslag, de ervaring, de deskundigheid, de contacten, de deskundigen, de wetenschappers die we hebben ontmoet, dat we die samen met de raadsadviseur, de ambassadeur milieu, dat we dat zullen delen. En alle daarvoor in aankomende instanties zullen we dat delen, zodat we gezamenlijk als land een beleid of een pad kunnen uitstippelen, zodat we volgend jaar, wanneer we de zesde summit hebben, het in balans brengen van menselijke activiteiten en de welgesteldheid van de oceaan op lange termijn is essentieel. Om een verandering te brengen in deze trend is er een start gemaakt met het houden van Wereldoceaan Summits. Tijdens deze meetings praten landen over de voordelen, maar ook de bedreigingen die ons te wachten staat indien we niet op een verantwoorde wijze omgaan met onze oceanen. De volgende summit wordt in 2019 gehouden. In deze meeting zullen de landen de oplossingsmodellen bespreken en presenteren. En dit was het Nationaal Nieuws. Bezoek de website stvs.sr voor meer nieuws. Goedenavond.